Dinsdag was het de dag van de duurzaamheid. Om die reden organiseerde Hilversum 100 het allereerste Hilversum 100 event. Geheel in het teken van Hilversumse verduurzaming. Om een paar jaar geleden het Hilversumse duurzaamheidsbeleid op poot te zetten. En we hadden besloten dat we inderdaad ook de ambities wilden vervijfvoudigen. Realiseerden we ons meteen dat we dat vanuit het raadhuis niet allemaal konden doen. En niet alleen het geld, ook de ideeën moeten vanuit de samenleving komen. En wij kunnen dat vanuit het college of vanuit het raad, dat kunnen we dat niet bedenken. Dus we zullen die lijntjes met tot in de haarvaat van Hilversum moeten zien te bereiken. En toen hebben we gedacht van, nou, hoe kan dat het beste? En dat kan het beste met Green Deals. Maar ja, dan mocht zij het er niet. Dus we hebben eigenlijk gedacht voor de zomer, we moeten even een extra spurt maken. En toen hebben we gedacht, weet je wat, we gaan een challenge uitschrijven. We gaan gewoon Hilversumse samenleving vragen of zij nog echt spankelende ideeën hebben om Hilversum groener te maken. Ja, en dit is eigenlijk de finale. Tijdens het evenement werden de prijswinnaars van de Hilversum 100 Challenge bekendgemaakt door de aanwezige jury. Eén van de winnaars. Hoe kunnen we uw kerk het beste gaan verwarmen? Hetzelfde wat we met school gaan doen. We gaan gewoon kijken hoe we u het beste kunnen helpen met de verwarming. Dat gaan we dan tegen een heel laag wattage doen. De panelen verbruiken maar 15 watt per vierkante meter. Dus we gaan u 60% lager in uw energieverbruik gaat u besparen. En u krijgt deze prijs van ons. Ter afsluiting was er muziek van rapper Diggy Dex. Richt de blik naar voren, de wereld is van ons. Laten we samen zorgen dat het groener wordt. Richt de blik naar voren, de wereld is van jou. Hilversum op 100, kom we doen het nou.